Zal ik het lijstje volgen of wil jij het doen? Wil je gewoon meedoen of wil jij faciliteren? Ik faciliteer hoor. Dus ik mee schrijf in de chat. Zullen we gewoon de deelnemers het woord geven dat ze zich presenteren en dan vertellen wat jullie gaan doen? We houden een echt burgerberaad. Wijs jij iemand aan om te beginnen? Ja, Margriet, die zit naast me. In mijn beeld dan. Ja. In mijn beeld, ja. Goedemiddag, mijn naam is Margriet Wisteling. Ik ben al een paar jaar bezig met digitaal burgerberaad. Een instrument dat heet Yumi. Het is een app, ook online toegankelijk. En nou, vandaar dat ik heel erg geïnteresseerd ben in burgerberaden en ook juist eigenlijk de problemen. Hè? Wat loop je nou tegen bij groepsprocessen? En hoe kun je dat tackelen? En Yumi is een instrument waarin mensen anoniem kunnen reageren. Dus nou, ik zag in de chat ook al wat voorbij komen over... als het vrouwen zijn of kinderen, of, dan gaat het niet meer om de inhoud, maar dan gaat het om wie zegt het nou. Nou, daar heb je dan in Yumi geen last van. Dus, maar er zijn nog steeds een heleboel dingen wat ik wel ingewikkeld vind. Met name zeg maar dat proces, van hoe begeleid je nou dat proces? Welke vragen stel je? En dat was ook een van de dingen, Manon, die jij noemde, van de juiste vragen. Dat lopen wij van veel tegenaan. Ja. Heb je een soort van concrete vraag? Of waarvan je zegt, nou, dit wil ik met elkaar bespreken. Of zeg je, die items wat je net hebt verteld, wil je graag over verder praten? Ja, gewoon het goede proces, zeg maar. Ja. En ook wel de probleempunten, hè, van wat is nou echt in een groepsproces? Wat ontstaat daar? Ook al zijn mensen anoniem in zo'n proces. Ja, want dat is het grote verschil, ja. Ja, heel groot. En ook, Yumi die werkt, elke keer stel je één vraag. En daar kunnen mensen dan op reageren. Mm-hmm. En ze kunnen eigenlijk niet met elkaar in debat of in een dialoog gaan. Dus ze kunnen alleen elkaars meningen opplussen. Zien ze elkaars naam? Of is het helemaal anoniem? Nee, helemaal anoniem, ja. Spannend, ja. Nou... Ja, Ans, jij bent in mijn scherm de volgende. Goedemorgen, Ans van der Grint van de gemeente Heusden. Ik ben ondersteuner bij Duurzame Ontwikkeling. En wij zijn erg zoekende naar hoe krijgen we naast de mensen die al vanuit een intrinsieke motivatie of vanuit een professie al bereid zijn en in de juiste stand staan om aan de energietransitie en alles zeg maar rondom de totale leefomgeving een bijdrage te leveren. Hoe krijgen we nu ook de andere mensen die zich nog stilletjes houden en hoe krijgen we die mee? We gaan bezig in diverse wijken. We hebben in Heusden een aantal initiatieven in verschillende kernen. Onder andere een duurzaamheidsgroep die totale kern wil verduurzamen, inclusief warmtenet en elektriciteit. Aantal enthousiaste mensen, maar hoe krijgen we nu ook de rest mee? En er zijn ook wijken, en daar hebben we er nu één voor uitgepikt om daar binnenkort mee aan de slag te gaan, als het goed is met de G1000. Maar eigenlijk nog heel weinig gebeurt. En waar de sociale samenstelling van de wijk ook mede bepaalt dat mensen achterover leunen en zeggen, het zal mijn tijd wel duren, ik weet niet hoe, ik kan het niet. Dus hoe krijgen we iedereen zeg maar mee op het, en niet in ons stand, maar betrokken en hoe krijgen we ook de mening naar boven, hoe krijgen we de informatie vanuit de wijk om het zo goed mogelijk van onderaf op te kunnen pakken. Super. Jan, heb jij een vraag voor Manon? Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Tenminste, ik kan nemen aan dat ik de enige Jan ben. Ja, ik zit even te kijken, ja. Ik ben Jan van der Does. Ik ben fractievoorzitter hier van GroenLinks in Weesp, vlak bij de gemeente Amsterdam.
Ja, ik vind dit heel interessant. Wij lopen natuurlijk ook vooral tegen duurzaamheidsdingen aan, maar ook tegen een echt gebrekkige burgerparticipatie. We hebben eigenlijk in deze gemeente vaak alleen maar avonden in zo'n zaaltje waar mensen wat kunnen zeggen. Nou, dan komen de usual suspects op af. En wat je merkt is bij heel veel onderwerpen het not in my backyard effect. Met ook heel veel emotie. Dus weinig argumenten, heel veel emotie. En als politiek moet je daar wat mee. Je wil aan de ene kant het not in my backyard niet ontkennen. Aan de andere kant wil je ook een breder belang dienen dan alleen de mensen die in die wijk wonen, waar dan zo vlak bij de windmolens zouden komen. Dus dat is mijn vraag. En ik wou vragen of iedereen zijn microfoon uit wil zetten. Ik heb heel erg last van geluiden die bij mensen die niet hun microfoon uit hebben. Ja, niet van Marion hoor, maar er zijn er toch een paar volgens mij. Ja, ik ga er weer uit. Dankjewel Jan. Sascha. Moet even unmuten. Hallo, ik ben Sascha Koetsier. Ik doe op dit moment helemaal niks met burgerberaden, maar ik vind het al heel lang heel interessant. En ik volg een heel klein beetje wat G1000 doet. En ik dacht, ik vind het informatief om te weten wat er op dit moment allemaal gebeurt met participatie van burgers in de democratie. Ik denk dat er een groot probleem is met de representatie in de democratie op dit moment. En de manier waarop de coalitie weer aan het stokken is, is daar alleen maar weer een bewijs van. En ik denk dat een burgerfora een ontzettend goede manier zijn om dat inderdaad op te lossen. Ik ben wel heel nieuwsgierig naar. Ik denk dat er heel veel. Manon's verhaal heel interessant, omdat als ik hierover met andere mensen praat, dan is vaak de vraag van ja, maar krijg je dan niet weer dat de grootste schreeuwer zijn zin doordrijft, et cetera. Ik denk dat er heel veel te organiseren is om dat soort reflexen te voorkomen. Maar ik ben dus ook heel erg benieuwd wat die voorwaardenstelling voor effect heeft op dat soort psychologische of op die groepsdynamische processen. Dus dat is misschien mijn vraag. Sorry, ik stond gemute. Dankjewel, Sascha. Heidi merkt heel terecht op, is niet een beetje zonde van de tijd als we alle 21 aan het woord laten. We waren net met een wat kleiner groepje, maar hij groeit. Dus ik ga toch iedereen even langs. Misschien kun je even je naam zeggen. En als je een concrete vraag hebt die nog niet genoemd is, dat je die even noemt. Dan houden we het even kort. Dan heeft toch iedereen zijn kans. Manon? Ja, ik zat met dezelfde reflectie. En dat is ook even om op te merken dat een groep altijd heel wijs is, hè? Dat er meer hetzelfde is. Maar ik zat er zelf aan te denken, dit is ook precies wat er in groepsdynamiek gebeurt in een burgerberaad, dat we eigenlijk denken dat het zonde van de tijd is om elkaar voor te stellen en daarmee niet goed afstemmen wat we eigenlijk gaan doen in het uur. Dat is dit een goed voorbeeld van de balans van gebruik. Ik ben het ook met je eens, Mirjam. We waren een kleiner groepje om mee te beginnen. En dat maakt een groot verschil. En tegelijkertijd heb ik zoiets van, belangrijk om te kijken, wat hebben we gemeenschappelijk in deze workshop en waar willen we het graag over hebben. En ook met elkaar het gesprek ingaan. Ook wat te zeggen. Hè? Waarom ben ik hier eigenlijk? Dat zien we ook in burgerberaden, dat het altijd heel belangrijk is. Maar het is een interessante, interessant dat we allemaal ook zitten van de tijd gebruiken en wie beslist. Ik ben het heel met je eens met wat ik eigenlijk moet zeggen. We houden vast en tegelijkertijd super te zien dat ook een klein beetje effectiviseert door te zeggen als er iets nieuws is, noem het. En anders laat het lopen. Ja, ja dan ik maak gewoon even in mijn scherm het rijtje af. Har Heubergen, misschien heet je Harry dat. Ja, dat ben ik. Ik kom uit Marhezen, gemeente Kraandonk, mede-initiatiefnemer van ons dorpsontwikkelingsvisie, waar we vol in zitten. En wat ik met name erg belangrijk vind in dit soort processen is
de participatie. Hoe krijg ik überhaupt de participatie? Vervolgens daarmee ook de representativiteit en de legitimiteit vormend. En dan het hele proces daarop volgend van hoe hou ik iedereen betrokken, hoe hou ik inderdaad een democratisch proces. Dat is wat mij triggerde in de presentatie van Manon. Want dat vind ik toch het allermoeilijkste straks in het hele stuk. We zitten nu in de opstart. We zijn met een goede marketingactie bezig om de mensen te triggeren. Het punt is dan, begin je met dialogen en sessies en dan hoe gaan we die sessies aflopen. Dus namelijk een brede dorpsontwikkeling. Dus het kan op meerdere fronten mensen raken of niet. Ja. Heidi, kom bij jou uit. Hey, goedemorgen allemaal. Ik ben Heidi Bunisig, communicatieadviseur bij gemeente Ameland. Wij moeten nog helemaal beginnen met dit hele proces. Tenminste, duurzaamheid is er al actief mee geweest, maar de rest niet. En ik weet er eigenlijk nog heel weinig van. Dus ik wil dat zelf mee gaan oppakken. En dit is misschien niet de vraag voor hier, maar wat mij opvalt is dat de klantgerichtheid binnen de gemeente nog best ver te zoeken is. Dus los van, dat je een raad en een college mee wilt hebben, moet je ook de ambtenaren wel mee hebben. En ik denk dat ik verwacht er heel veel weerstand op, even onder ons gezegd en gezwegen. Hmm. Misschien niet voor deze plek, maar dat vind ik wel, wordt een hele uitdaging, denk ik, bij gemeentes in het algemeen. Nou, ik kom bij Jerva's uit. Ik weet, die werkt toevallig ook bij een gemeente. Ja, Heidi, ik denk dat we een keer contact moeten opnemen. Ik werk bij de gemeente Barneveld. Ik ben jarenlang actief geweest bij de G1000. En ik probeer in Barneveld de energietransitie vlot te trekken. Ik ben daar niet met de G1000 begonnen, want dat was nog iets te ver van het bed van de gemeente en de gemeenteraad. Maar ik probeer wel heel intensief het contact met bewoners te onderhouden. En dat het liefst meerjarig en vaak. Dat is een beetje mijn methodiek. Daar zal ik nu niet verder over uitweiden. En ik heb een vraag aan Manon. Ze beschrijft die groepsprocessen en die processen die bij individuen plaatsvinden. Terughoudendheid, verlegenheid, grote mond, emoties. Is dat niet eigen aan alle processen waarin mensen samenkomen? Want ik zie dat ook in de gemeenteraad. Ik zie het ook in het parlement. Dus waarom zou dat iets speciaals zijn voor burgerberaden? En waarom zou dat een probleem zijn? Maaike. Ja. Goedemorgen allemaal. Ik ben Maaike de Rijk. Ik ben belangstellende al jaren voor de G1000. En ik heb geen vraag specifiek, maar ik ben wel heel belangstellend naar de antwoorden op de vragen die wel gesteld zijn. De intentie ligt dicht bij wat Sascha zei. Dat ik beter beslagen ten ijs kom in informele en incidentele gesprekken met medeburgers. Om burgerfora aan de man te brengen, zal ik maar zeggen. Dus ik wil altijd inspiratie opdoen om met betere argumenten, met betere motieven te zeggen dat het zeker sinds de beschamende toestand, maar ja goed, het is al een paar keer gezegd, elke keer is mijn houvast dan van, nee, dan G1000. Dankjewel, Maaike. Robert Klaassen. We hebben twee Roberts. Deze Robert bedoel je? Sorry, drie Roberts zelfs. Ik zei je Robert Klaassen. Ja, deze? Ja, ga je gang. Oké, goed. Ik ben Robert Filippo, 75 jaar en ik ben op dit moment raadslid in mijn mooie dorp. Ik heb jarenlang large-scale interventions gedaan. En ik heb tot mijn blijdschap zie ik dat Manon de Jong dat ook een enorme hoeveelheid van in een rugzak heeft. Dus dat triggerde mij om een paar vragen te stellen die ik al reeds eigenlijk in de chat neergelegd heb. Wij gaan straks in onze raad praten over participatie. Hoe gaan we dat doen? Dus deze voorbereiding is steengoed. Een van de eerste vragen was, kan je de draft intervention roadmap gebruiken dus om tot je doel te komen, tot je plan en je goals en de rollen van de mensen die daarin spelen?
Dat is een LSI-verhaal, uiteraard. En de tweede vraag was, wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen large-scale interventions en burgerberaad? Want het lijkt een beetje op elkaar. Dat was het, dankjewel. Robert, de methode van de G1000 is gebaseerd op large-scale interventions. Dus, dat, ik snap dat je de overeenkomst ziet. Ook. Hoi, hoi, hoi. Ja, en nu kom ik uit bij Robert Klaassen. Dankjewel. Robert Klaassen, ik ben initiatiefnemer van Prestadsboer, is een burgerinitiatief in de Preststeden. En mijn vraag is eigenlijk, de kernvraag is, hoe houd ik geloof, vertrouwen in de impact van burgerberaad? Ik ben een aanhanger van bewegingsgerichte denkers als Oostrom van Commons of Günter Pauli van de Blue Economy. Ik ben hier op suggestie van de Triodos Bank. Dat is een bank waarmee het Prestadsboer een relatie heeft, zakelijk. En ik ben ook een van de usual suspects, zoals eerder genoemd, als leven lang stadmaker in Rotterdam en de laatste 20 jaar in Dordrecht. Dus het motto van Pakhuis de Zwijger is, who owns the city? En ik denk dat een vraag is die ik hier neer wil leggen. Dankjewel. Robert Tannemaat. Ja, hoi. Fijn trouwens om toch even een aankomstronde te doen, om iedereen te horen en de overeenkomsten en alle vragen en dilemma's te horen. Adviseur begeleider bij Samenwerk.nu en ik werk ook eens in opdracht voor gemeente Nijmegen om intern participatie beter te laten participeren. En de dilemma's waar we tegenaan lopen, dat hoor ik ook hier, is en ook representativiteit in de stad vinden. Dus ook van, ja, wie niet de usual suspects, maar hoe vinden we de mensen wel? En tegelijkertijd ook het draagvlak daarvoor in de organisatie en het bestuur vinden dat die verticale en horizontale democratie elkaar goed gaat samenwerken. En dat is niet altijd even gemakkelijk, zeg maar, de ruimte daarvoor. Dus ja, ik leg hem erbij, kijken of we daar aan toe komen in dit gesprek. Litwin. Je staat nog gemute. Ja, daar ben ik dan. Ja. Ik kijk naar de G1000 ook al een aantal jaren. En ik kijk vooral vanuit mijn ervaring op het gebied van leven lang leren, leven lang ontwikkelen. En ik ben erg benieuwd wat er gezegd kan worden over wat burgers, met name de burgers, bij het proces leren. En wat voor competenties ze ontwikkelen in het proces. En ja, hoe je dat goed kan stimuleren. En verder had ik nog een aantal andere vragen, maar die zijn al gesteld. Mooi. Nico. Ja, ik ben Nico. Oud-mede-organisator van... Onze trouwste vrijwilliger. In Gema Bakel. En, ja, gewoon geïnteresseerd in burgerberaden in brede zin en hoe dat dan, hoe die processen een beetje blijven lopen. Dus, dank je, Nico. Goed om je weer te zien. Ja. Ben Eersels. Hallo, ik ben Ben Eersels van de Belgische G1000. Heel interessante vraag. Wat mij wel triggerde was, hoe kan je burgers eigenaarschap geven in het proces? En het toch gefocust houden, dat de outputs gefocust zijn. Voilà. Ja. Geert? Hi, goeiedag, Geert Verwel vanuit Den Bosch. Mooi Den Bosch natuurlijk. Iets noordelijker dan België. Ik zit erover te denken om hier in Den Bosch een G1000 te organiseren. De checklist was online al beschikbaar en het groepsproces vind ik altijd interessant. Dus ik denk, weet je wat, sluit ik hier aan. Maar er zijn al voldoende vragen gesteld, dus ik ben benieuwd. Dank je. Desiree. Ja, goedemorgen allemaal. Ik ben Desiree Tissen, ben griffier en graven en woon waarschijnlijk net als Geert in Den Bosch. We houden ons bezig ook hier met een kernendemocratie, althans zijn we het op het tuigen in opmaat naar een fusie, naar een grotere gemeente. Dus dat is hartstikke interessant. En ja, goed om te horen hoe mensen betrokken blijven vooral, hè, die zich bij een burgerberaad aansluiten. En hoe ze vertrouwen houden ook. En ook vanuit, hij die zei dat geloof ik straks ook al,
vanuit de gemeente gezien, ambtenaren en colleges, hoe hou je die ook aangehaakt? Dat was het. Pia. Ik ben mute, ja. Peer Smet, ik heb in de beginfase van G1000 in het onderzoeksteam rondom G1000 een aardige rol gespeeld. En iets waar ik steeds nog zit te kijken is van de voorfase van een G1000. En hoe krijg je de mensen bij elkaar? En dat je niet alleen blijft hangen bij die usual suspects. En hoe is die drempel te verlagen en daar een lijn in te krijgen om diversiteit binnen te krijgen? Dankjewel, Peer. Nikki? Hallo iedereen. Ik ben een PhD-kandidaat in Australië en ik doe onderzoek naar intergenerational justice en hoe we kinderen en toekomstige generaties beter kunnen vertegenwoordigen. En ik ben benieuwd of je ervaring hebt met mini-publics of citizens' assemblies of iets die ook kinderen erbij hebben en zo niet wat je ervan denkt, of je denkt dat het hoopvol is of niet. Mm. Down under. Wat leuk. Volgens mij alleen Jim Juffermans nog. Je beeld staat uit en je geluid, dus ik weet niet. En anders, Manon, dan geef ik hem nu aan jou. Genoeg vragen om op in te gaan, volgens mij. Ja, hartstikke leuk en fantastisch om zo te starten met alle reflecties. En waarom meer dan die dat zeiden, heel, heel erg leuk. Ik heb meegeschreven en ik zat te bedenken. Ik denk dat ik begin met de vragen waarvan ik denk dat ik het meest te zeggen heb. Een aantal vragen die wat breder zijn. Hè, bijvoorbeeld, hoe krijgen we de rest mee? Hoe kunnen we verankeren? Hoe kunnen we voorfases organiseren? Daar heb ik ook perspectieven op. Maar ik start even met de dingen waarvan ik pretendeer dat ik het meest weet. En dan kunnen we daarna misschien ook... hebben we nog even de tijd ook om samen te spreken over wat bredere vragen. Spannend ook om te horen hoeveel overlap er is in de vragen. Ik begin eventjes gewoon op mijn lijstje waarvan ik denk, nou, dat is een goede insteek in wat ik onderzoekstechnisch heb gevonden, maar ook wat ik als facilitator of procesbegeleider zelf ervaar. Dus ik spreek, mijn reflecties zijn eigenlijk op allebei de benen. Dus als practitioner en als onderzoeker. Jerva's start met een hele relevante vraag. Waarom is groepsdynamiek relevant om naar te kijken in dit soort samenwerkingsverbanden? Zijn groepsprocessen niet altijd aanwezig? En waarom is het dan nodig, of is het nodig om daar speciaal naar te kijken? Ja, groepsprocessen zijn altijd aanwezig en groepsprocessen zijn altijd nodig. Als we ze niet hebben, dan gaat de groep dood, of dan stopt de groep en dan is de energie weg. De reden dat het extra relevant is in burgerberaden zijn een aantal. Ik ben in eerste instantie begonnen met grote groepen te bekijken. Wat we zeggen, burgerberaden hebben in de meeste gevallen, ik ben het helemaal eens met Harm en... die ook zegt van de burgerberaad, het start al als we een biertje drinken samen. Maar als ik nu even kijk naar de georganiseerde burgerberaden die in gemeentes of de nationale overheid georganiseerd worden, dan zijn het meestal groepen die wat groter zijn. En theoretisch zeggen we, een groep is groot of middel vanaf 20. En dus als je vanaf 20 circa, waar we kijken naar een klaslokaal, hè? Vroeger toen we nog in de klas zaten op de ouderwetse manier, heb je contact met ongeveer 20, 25 mensen en die kan je overzien. En daar zijn we het meest in getraind, maar er is ook een reden dat klassen die grootte hebben. Dat is namelijk dat je ongeveer kan kijken waar iedereen is en dat we een span of control hebben als mens in die groepsgroottes. Op het moment dat groepen groter worden, ontstaan er andere type dynamieken. Daar zie je, en daar kom ik ook zo meteen nog even bij Robert op terug, daar zie je dat large group interventions
gebruik van maken van die kennis. Want die zeggen, hè, als we met grotere groepen zijn, dan moeten we weer terug naar, ondergroepen. En doen we werk in ondergroepen wat weer groepen zijn wat minder, minder groot zijn. En dan, zetten we het weer bij elkaar. Dus de reden dat we kijken naar groepsdynamiek, of dat we zouden nog meer zouden moeten kijken in burgerberaden, is omdat de groepsgrootte een speciaal effect heeft op de groepsdynamiek. En het gaat eigenlijk om dat als de groep groter wordt, heb ik minder feeling met de groep. Wordt de groep ook krachtiger? Ik zie meer en meer mensen en ik verdwijn daarin. Hoe kan mijn eigen mening en mijn eigen houding duidelijk worden, naar buiten komen als er steeds meer mensen zijn? Wie controleert? Wie zorgt ervoor dat alles goed gaat? Dat zijn allemaal hele natuurlijke gedachten die mensen, waarvan we weten dat die meer angstvol zijn op het moment dat groepen groter worden. Dan houdt Jervas punt nog steeds, dat hij zegt, nou, maar dat is niet alleen de burgerberaden dat grotere groepen zijn. We hebben het ook bij voetbalstadions en dat soort dingen. Maar een andere reden dat het ook extra relevant is om te kijken naar groepsdynamiek in burgerberaden, is dat de diversiteit erg groot is. Het hele opzet van, of het hele gedachtegoed van burgerberaden, is dat we een zo breed zo mogelijk diversiteit hebben. Een palet aan verschillende houdingen, verschillende visies, verschillende belangen, sociale verschillen, demografische verschillen. Alles waarvan de statistici veel meer weten om binnen te halen. Maar het effect van de verschillen, van de diversiteit, is dat mensen ook daardoor belemmerd worden in eerste instantie. Op het moment dat er grote diversiteit is, worden we meer onrustig. Mensen lijken niet op mij. Misschien begrijp ik de ander niet zo goed. Dus de combinatie van de grote diversiteit en de grootte in de groep maakt dat er andere dynamieken ontstaan, of heftigere dynamieken, dat moet ik eigenlijk zeggen, heftigere dynamieken ontstaan dan in een kleine groep waar we standaard zeggen 7. Sorry, er kwam even iemand binnen. Mag ik even op ingaan? Heel graag. Kort hoor. Is eigenlijk dan de conclusie niet dat je het idee dat je meteen vanaf het begin over de inhoud kan gaan hebben, dat eigenlijk niet mogelijk is? Dat je eerst een soort icebreaker, introductiespel, weet ik veel wat moet doen om die groep aan elkaar te laten wennen. Ja, goed punt. Dat denken veel mensen. Mijn antwoord is kort gezegd nee. Op het moment dat je icebreakers gaat doen of teambuilding gaat bouwen, dan verliest de groep de focus op de taak. Je hebt wel een punt in dat het gezamenlijk begeleid moet worden. Maar op het moment dat je weggaat van de taak, dan wordt een groep een andere, met een andere taak. Op het moment dat ik ga teambuilden, en nu karikeer ik het even, maar we gaan hutten bouwen op de hei, dan is dat de opdracht. En dan ontstaan de dynamieken die ontstaan, zijn gericht op die taak. Dus een groepsdynamiek ontstaat altijd, maar ontstaat altijd in het kader van een taak. En op het moment dat de taak anders is, namelijk een teambuilding taak, dan worden de dynamieken ook anders. Dat is in principe geen probleem, maar als je het doet om de taak te helpen, dan werkt het niet. Dan zijn het twee verschillende organisaties. Wat ik vaak doe in de praktijk is allebei. Hè? Dus op het moment dat je werkt met een groep waarvan je weet van tevoren, daar is een grote span of control, er zijn veel mensen en veel verschillen, dan is het erg belangrijk om mensen te laten contact te laten hebben met waarom ze zelf zijn gekomen. Dus dat ze niet zichzelf verliezen in de groep en beïnvloed worden door iedereen die maar wat van alles zegt. Hè? Want ik verlies mijn eigen standpunt of mijn eigen haak, mijn eigen fundament op het moment dat ik alle anderen hoor. En tegelijkertijd te bespreken wat er in de groep gebeurt. Dus geen teambuilding per se, maar meer laten zien wat er in de groep gebeurt en daarover te hebben, meteen. Wat wij net bijvoorbeeld al een beetje hadden van, goh, gaat het niet te lang duren met zo'n ronde? Hè? Op het moment dat je ziet dat mensen in de groep een beetje onrustig worden, dan maak je dit meteen bespreekbaar. Dus mensen zien dat de problemen die ontstaan in de dynamiek gehanteerd wordt. En daarmee wordt het krachtiger om de taak te helpen. Dan worden we slimmer. Dan worden we
een beter fungerend systeem. Een ander punt, Jervis, daarop is, wat helpt is niet van de spanning weg te gaan, of van de angst weg te gaan, maar er naartoe te gaan. Dus bijvoorbeeld te zeggen, ik heb zelf hele goede ervaring met dat mensen meteen vertellen wat hun belang is in een kwestie, en dat je meteen de verschillen op tafel hebt, en daarmee de spanningen op tafel hebt, en dat legaliseert. En dat is vaak het probleem op het moment dat we met grotere groepen werken en er veel verschillende perspectieven zijn, dat is dat we dat niet benoemen. En daarmee kunnen we, daarmee zitten we als groepsdeelnemer zelf eigenlijk met die hantering. En dan gebruik je niet de kracht van de groep. Dus het hele verhaal gaat om dat de dynamiek van de groep, ja, totaal natuurlijk, alle plekken zijn er dynamieken. Maar op het moment dat we de destructieve elementen van de dynamiek hanteren, gebruiken we het meer en meer om het proces te focussen. Nou, dat is ook, en nu spring ik even naar de vraag van Ben uit België, want dat haakt daarbij aan. Zijn vraag was, hoe kun je burgers eigenaarschap geven en tegelijkertijd zorgen dat er meer focus ontstaat? Hey, ik tolk het even als een effectieve... zelfde moment ook te zorgen dat er een effectiviteit is. Nou, dat heeft eigenlijk een beetje met hetzelfde te maken. Dat is zorgen dat de groep ook verantwoordelijk wordt voor haar eigen processen. En dan ben ik ook weer bij het punt van Levine, die vroeg wat leren burgers. Op het moment dat je deelnemers van de groep laat betrekken bij de processen en samen aan het werk bent om daarmee te dealen, af en toe ook sessies organiseert waarin we het gewoon hebben over hoe gaat het met onze taak, het uitoefenen van de taak, dan leren de mensen beter en beter dingen te benoemen, problemen te bespreken. En al lijkt het op dat het in het begin extra tijd kost, win je die tijd heel erg terug, omdat je meer en meer effectiviteit in het proces zet. Nou, dat is de ene kant van het verhaal van Ben's vraag, denk ik. De groep moet betrokken worden in het leren van het proces en daarmee wordt ze meer effectief. De andere kant van de vraag is, wat doe je op het moment dat de groep ineffectief bezig is? Als je ziet dat ze tijd aan het verliezen zijn met de taak, met zelf de taak, dan is dat ook de manier om dat te benoemen, hè? Dat je dat zo ziet. En tegelijkertijd is het dan aan de groep om die observatie aan te nemen of niet. Het kan ook zijn dat wat langer duurt voordat de groep klaar is om dat te horen. Maar in die zin werkt het alleen, het eigenaarschap geven aan de groep, als je dat ook echt doet. Vandaar wel bespreken dat er een probleem ontstaat, dat je denkt dat de groep ineffectief is en dat we gaan onderzoeken met elkaar waarom dat wellicht de reden is. Ik kan ook zeggen dat jouw observatie gedeeld moet worden in eerste instantie. Hè? Want wie ben ik? Dit is de manier waarop ik er naar kijk. Maar misschien vinden andere mensen dat het heel effectief is. Nou, dat was de vraag van Ben. Ga ik even terug naar de vraag van Robert P. Die vraagt heel terecht, large group interventies, weten we een heleboel van het werken met grote groepen. Wat is het verschil met de kennis die we hebben op het gebied van burgerberaden in deze context van groepsdynamieken? Er is een theoretisch verschil. En dat is eigenlijk misschien een beetje nerded om dat zo te benoemen. Maar de large group interventies zijn eigenlijk ontstaan, theoretisch gezien, in een golf van humanistische denkers. Die natuurlijk bezig waren met het betrekken van de maatschappij en democratische gedachtegoed hadden. Daarom zijn er heel veel democratische spelregels in large group interventions. Maar komen vanuit een andere traditie. De burgerberaden komen oorspronkelijk van politicologen en bestuurskundigen. Die misschien al helemaal terug te gaan naar Socrates en alle oude denkers,
in principe in hun gedachtegoed bezig waren met hoe kunnen we de maatschappij blijven ontwikkelen en wat is democratie? Welke sturing hebben we nodig in onze maatschappij? Dus het zijn twee andere vakgebieden die bij elkaar komen. En dat vond ik heel mooi dat Mirjam dat eigenlijk al meteen zei. G1000 is een voorbeeld waar die twee scholen elkaar ontmoeten. En ik was persoonlijk ontzettend onder de indruk van G1000, omdat dit voor mij theoretisch gezien altijd een beetje een lastige vraag was. Hoe moet ik die twee vakgebieden koppelen? Want het zijn hele andere tradities oorspronkelijk. Maar de inzichten van Large Group Intervention Theory is heel goed te gebruiken in de democratische debat. En dat maakt ook dat heel de vraag, wat ik geprobeerd heb te zeggen in mijn presentatie, van wie is eigenlijk de owner van het proces? Wie beslist en wat zijn daarmee de vragen die we hebben als procesbegeleiders? En wie beslist hoe we samenwerken? Al die soort kwesties zijn makkelijk te benoemen met large group intervention brillen. Hè? Daar is de groep de baas. En dat is voor mij de reden om me daar ook bij aan te haken en te zeggen van de wetenschap, de praktijkervaring die we in large group intervention hebben, die zijn al jaren bezig met ervaring op te doen, die is zo bruikbaar dat we in de meer democratische scholen daarvan moeten leren. En daar is G1000 een voorbeeld van. Ik heb geen andere voorbeelden gevonden die procestechnisch zo veel bridges maken als G1000 dat doet. Maar ik heb, als ik mag interromperen. Heel graag. Ja, ik vind het fijn dat je dit benoemt zo. Het komt wel bij elkaar. Wat ik geleerd heb is een van de kernpunten, het vertrouwen van de mensen in de overheid of in de directie van een bedrijf, net waar je toepast, dat er wat mee gedaan wordt. En dat is al de basis van of mensen mee willen werken. Want ik heb veel ervaring in het bedrijfsleven met whole-scale change. En daar ontstonden altijd problematieken voordat ze dus met zoiets begonnen. Van ja, de directie die zegt wel wat, maar die doet het toch niet. Die zegt wel wat doe, maar die doet het niet. Nou, en naar de overheid heb je eigenlijk dezelfde gedachten vanuit burgers. Ja. Dat moet je zien te tackelen door dat de politiek toezeggingen doet. Ja. Ja, en dat is de hele kwestie van autoriteitsdynamiek, waarin het eigenlijk geen verschil maakt of we het hebben over politici of over directeuren in de top, want het gaat over wie beslist er uiteindelijk. En ik ben het helemaal met je eens, Robert. Dat is heel, heel interessant. In die zin ook, misschien koppelt het naar de vraag van Robert K. Die schrijft, die vroeg zich af, hoe hou ik dat geloof gaande? Hoe werken we met het vertrouwen in burgerberaad? Ja, en dat is natuurlijk het hele probleem in van denken. Tegelijkertijd hoopte ik ook, en dat is... Dat is eigenlijk ook de reden dat ik zei, soms duurt het ook heel lang. Hè? Dit zijn veranderingsprocessen. Het gaat ook over hoe heeft mijn gemeente 20 jaar geleden een kwestie benaderd. Op het moment dat ik zie dat er andere dingen gebeuren en de overheid nu probeert iets te doen waarvan ik denk, oké, mijn buurvrouw zei eigenlijk dat het wel een oké proces was. En dat duurt lang. Daarmee niet de reden om het niet te blijven doen. Maar een harde les om te zeggen van we moeten blijven volhouden en we moeten hoop blijven houden. Want in the end is er een betere wereld aan de andere kant. Dat is ook waarvan ik denk Habermas is makkelijk te kritiseren. Want natuurlijk bestaat er geen machtvrij dialoog. Maar Habermas punt om het als ideaal te zoeken en er naartoe te werken. Daarmee maakt misschien de discussie ook een beetje onnodig. Hè? Want het is misschien niet zo relevant om te zeggen, is het er of is het er niet? Maar te zeggen, kunnen we werken aan die principes? En dat duurt lang. Dat duurt ook lang in de processen van burgerberaad. En dat is ook waar je als begeleiders de hele tijd mee te maken hebt. Er waren ook een aantal perspectieven op. Ze beginnen mensen moe te worden? Beginnen ze hopeloos te worden? Duurt het te lang? Francisca vertelde ook, duurt het te lang en zien we de energie vallen.
dan kom ik weer terug op het punt van... we moeten de hele tijd die tandem vasthouden met dingen blijven benoemen. He, dus op het moment dat we large group intervention principe vasthouden om de groep te laten blijven werken aan dit soort dingen, dan zouden ze, daar is de gedachte, daarin ontwikkelt de groep zichzelf verder en er komt vanzelf een oplossing voor de lage energie, want op een gegeven moment gaan mensen zeggen dat ze moe zijn of niet meer willen en dan is het probleem benoemd. Mijn perspectief is ook om te zeggen, het is belangrijk, om in de grote groep over te hebben. Dus het mag is... ik... Ja. Een hele kleine opmerking. In alle vergaderingen die ik doe, is altijd een hele mooie opmerking. Orde voorstellen of proces voorstellen gaan voor de inhoud. En ja. Dat is ook wat jij zegt. Ik denk dat dat een heel belangrijk is, ook in een grote groep, met welk doel dan ook. Als het proces niet goed loopt, dan is de inhoud weg. Precies, dat is het hele punt. En daarom, Jan, is het ook zo belangrijk. En dat is eigenlijk ook weer terug naar Roberts punt van de theoretische scholen. De oorspronkelijk, en nu klinkt het een beetje stereotyp, maar oorspronkelijk zijn de gedachtegoeden van burgerberaden zijn gemaakt door mensen die niet echt met mensen werken. En daarom wordt het een soort van ding waar we het over hebben, van nou ja, het proces moet goed gaan. Maar we moeten daar aan trainen, we moeten dat blijven doen. En we moeten mensenkennis hebben om die taak beschermen in deze. Mag ik daar nog iets aan toevoegen, Manon? Maar heel graag, ja. In mijn ervaring is het zo dat begeleiders met kennis van zaken, van LSI of een andere vorm, heel erg belangrijk zijn bij het trainen van opdrachtgever, het trainen van een kernteam of mensen die daarbij betrokken zijn. Maar ook het juiste manier vertellen aan de opdrachtgever. Jij moet straks op de zeepkist gaan staan en jij moet je kwetsbaar opstellen en jij moet jouw eigen waarheid vertellen. En mensen moeten duidelijk zijn dat het zijn waarheid is en niet de waarheid van de hele wereld. Ja. Dus... Precies, ja. Kwetsbaar opstellen en goede begeleiding. Ik denk dat dat essentieel is. Ja. Ja, en het kwetsbaar opstellen kan je als begeleider al meteen laten zien. Hè? Door meteen je eigen observaties in de groep te gooien op het moment dat je begint. Hè? Bijvoorbeeld, ik vind het spannend of hoe moeten we dit nou gaan doen? Of dan hebben mensen het idee dat je er mag zijn. Hè? Met de verschillende perspectieven die je hebt. En dat haakt weer even aan bij het punt waar we mee begonnen. Waarom is het anders? Waarom is groepsdynamiek extra relevant in burgerberaden, om in burgerberaden naar te kijken? Omdat we als mensen conflictvermijdend zijn, de meeste van ons in ieder geval, maakt het dat we niet echt willen benoemen wat lastig is. En daar ben ik het helemaal met Robert eens. De begeleiders van dit soort processen hebben daarin een grote taak om dat spanningsveld op te zoeken. En dat spanningsveld ook te containen, zeggen we in de psychologie. Dus zorgen dat die balans en die dynamiek blijft leven zonder het op te lossen. En dat is wat er, als ik even mijn pet opzet van het burgerforum kiesstelsel, waar wij destijds mee vechten, was... De opzet van dat project was meer traditioneel. Dus er was een voorzitter. En de voorzitter was niet iemand die gewend was om met mensen te werken. Ik maak altijd een grap, Jacobien Geel, theoloog. Jacobien is gewend om tegen mensen te spreken. En dat is het hele punt van Robert P., dat een begeleiding van een groep is iets heel anders dan het praten tegen een groep. Want het is een grote clash in dat de groep zelf verantwoordelijk maken, maakt dat je eigenlijk je eigen ego als begeleider aan de kant moet leggen. De groep is belangrijk. Het gaat om wat de groep wil. Dat je daar een hele belangrijke rol in hebt door de kaders aan te geven en de kaders te blijven beschermen. Dat weten mensen die met groepen werken. En daarom zie je toch ook mensen met grote ego's uiteindelijk die kant ontwikkelen. Want we weten allemaal, ik zelf ook, dat de output van de groep geen kwaliteit heeft op het moment dat we het lied aan de groep geven.
maar ook op het moment dat we de juiste randvoorwaarden aan de groep geven, zodat ze het kunnen. En daar zit dan een eigen stukje of een eigen tevredenheidsstukje in. Dat je, nou ja, als je ziet, daar heb ik het vaak ook met Harmen, Mirjam, jij was er ook een keer bij over gehad. Als je ziet dat die burgers het pakken, nou, dan word je, daar word je blij blij van. En dat maakt dan ook dat. Ja, Jervas is hier ook. Die was, nou ja, nog steeds een beetje, maar zeker in het begin heel erg betrokken bij de G1000. En die noemt dat altijd het geluid van de G1000, hè, als die burgers met elkaar in dialoog zijn. Oh ja, dat ja, eigenlijk ja, precies. Wat je drijft. Ja. Precies, ja. Precies. Vind ik wel, als ik daar even kort op mag reageren, ik vind het fijn dat je dit zo aandraagt, het belang zeg maar, van het menselijke contact en dat je dat goed doet. Ik zie ook veel, zeg maar, onder andere in de gemeente Nijmegen, waar ik dan een opdracht voor doe, ze constant aan vragen van, ja, geef me een soort minimale eisen van participatie aan, of leg me nou gewoon een structuur hoe ik het dan moet doen. En het is en je hebt dus, je kan een soort basisstructuur aanbieden, maar je moet ook weten hoe je dat menselijk doet. En heel vaak wordt daar overheen gestapt of zo, hè. Dus ik denk, ja, nee, dan wordt het een soort poldermodel, dat willen we allemaal niet. Maar het is juist in die spanning van en, die niet te duiden is in één modelletje waar de winst zit. Maar dat vraagt wel een soort vakmanschap of zo. Ja, en daarom kunnen we niet gewoon schrijven in dit soort voorstellen van de groep moet bereid worden. Het gaat om, dit is een kunst. En het klinkt misschien hoogdravend, maar een kunst om met mensen te werken en die spanning te blijven voelen. Hè? Want ik denk nu even terug aan het burgerforum. Daar was een grote kritiek op een gegeven moment over de besluitvormingsfase. En wat daar het dilemma was, was dat we eigenlijk hadden verteld hoe de besluitvorming er aan toe zou gaan. Dat was uit van de gedachte van, weten mensen hoe, dat is transparant. En de kritiek die ontstond, betekende eigenlijk dat als we het zouden veranderen, zou er ook een onzekerheid ontstaan over, ja, maar is dan het hele, welke autoriteit heeft de organisatie nog, als we dat, het allerbelangrijkste punt, in één keer wegtrekken uit de groep. He, om die spanning te behouden en met elkaar te kunnen onderzoeken waarom het belangrijk is om te veranderen en wat er gebeurt als we gaan veranderen. En was in de praktijk om de groep daarover te laten praten en te laten zien dat we het in principe graag willen, maar dat wij ook een aantal dilemma's hebben met dat te doen. He, want dat er dan andere mensen misschien zijn die een probleem krijgen, want die hebben van het begin ja gezegd tegen deze besluitvorming. Ja. Nou, dan komen we een beetje bij het punt wat Lidwien... Daar even op reageren. Dat is ook een van de redenen waarom wij eerst een raadscafé gaan organiseren. Om de raadsleden ook kennis te laten maken met wat we eigenlijk van plan zijn. Om in ieder geval ook de raad te informeren over als wij dadelijk een mening vragen aan de burgers. En we geven aan dat er wel degelijk dat die mening gaat tellen. Wat houdt dat dan in voor jullie als volksvertegenwoordigers om in je hele proces? En ben je daar al aan toe? En het is heel mooi om dat we dit in het najaar nog kunnen doen, omdat we volgend jaar natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen hebben. En dat we dat dan wel ook dat zij dat mee kunnen nemen in hun hele traject naar het verkiezingsprogramma. En in het verkiezingsprogramma. Wow, wat spannend, Hans. Goed idee. Ja, daar meteen al mee bij te betrekken. Ja, we gaan echt meteen vanaf de helikopterview naar de poten in de klei. Ja, ja. En dat is de enige manier, hè? Dat met elkaar bespreekbaar maken van, nou ja, hè, er zijn, ik, wat dat betreft ben ik erg geïnspireerd door Wiseport en Jennifer, hebben een mooi boek geschreven. Dat boek heet Don't Just Do Something, Stand There. Heel praktisch boek met een hele goed fundament over hoe kun je nou controleren wat er controleren valt en loslaten wat er los... dus hun idee is eigenlijk moet je alles loslaten behalve dat wat je kan controleren. Hè? En die mindset al meteen te masseren in het begin van het traject. Er was iemand die ook die zich afvroeg hoe kun je al van tevoren dingen gaan doen. Dat is ook mijn ervaring, dat het een soort van veranderingsproces is. Ik denk dat Robert P. daar in ieder geval ook mee bezig is geweest, aangezien hij het over whole system change had. De verandering en het bespreekbaar maken van, ja, maar er zijn dingen die we niet controleren kunnen. En wat doen we? En mijn ervaring is dat je dat heel goed kunt voorbereiden. Hè? Je kunt een aantal scenario's maken en zeggen, nou, er is...
Er is een mogelijkheid dat X gebeurt, dat U gebeurt of dat zij gebeurt, Z gebeurt. En wat doen we als dat, dat eraan zit te komen? Nou, en dan weten we allemaal dat het natuurlijk niet X, Y of Z is, maar dat het A is wat er gebeurt. Maar dan heb je alvast getraind dat er dingen zijn die onstuurbaar zijn. En dan kun je dan dat gesprek beginnen. Ik had nog twee perspectieven waarvan ik dacht, die moeten ook nog even aan de orde komen. Lidwiens punt met wat leren burgers, wil ik graag even wat over zeggen. En Nikki's, helemaal van Down Under over kinderen. Die vraag verdient ook wat aandacht. En dan als we tijd hebben, dan kunnen we het misschien nog wat hebben over die emoties die optreden. En de grootste schreeuwers, dat is ook altijd leuk. We hebben tot 10:50, dus nog een kleine tot 10:50, ja. Oké. Mag ik een hele kleine opmerking maken over de kinderen, over de vraag van Nikki? Wij hebben in Heuze de kindercoöperatie opgericht. En kindercoöperatie is eigenlijk helemaal niets. Daar zijn geen kinderen lid van. Maar we pakken natuurlijke momenten aan. Op het moment dat er iets is, dan, en de kinderen komen met initiatief of met ideeën of wat dan ook, dan halen we ze bij elkaar en dan zijn ze welkom. We hebben twee jeugdburgemeesters en zijn altijd 20 sollicitantjes, zeg maar. Dus de 18 ambassadeurs, die blijven ook over. En met z'n 20 zijn ze dan actief. Afgelopen jaar, corona was natuurlijk een lastig jaar. Maar we hebben dit jaar meegedaan aan de kinderklimaattop. En in Den Haag is het allereerste kinderklimaatakkoord aangeboden aan Ed Nijpels. En we hebben met de kinderen doorgepakt op de tegels Hier begint de zee. En nu zijn we bezig met de 29e raadstoel voor de kinderen. En we gaan het klimaatakkoord, de afspraken die daarin zijn gemaakt, 1 boom eruit is 2 erin. Onder andere, die gaan we nu proberen om ook in de politiek op tafel te krijgen. En we proberen de kinderen ook nu na 24 september met de Global Goals actief te krijgen en te houden. En op die manier al heel vroeg kinderen in hun wijk en in hun eigen leefomgeving te betrekken met een symbool dat heet Teuntje Toekomst. En dat staat voor kinderen die dus buiten alle kaders om en buiten alle lijntjes om durven te zeggen en te denken, mee te denken over hun eigen leefomgeving. Fantastisch. Nou, ik denk dat Nikki maar even contact met jou opneemt. Mirjam, ik zie dat er nog maar 1 minuut is. Dat klopt niet met de tijd. Maar... Nee hoor, hij klopt niet. Nee, we houden hem 5 minuten langer over. Oké, perfect. Ja. Perfect. Ik had een kleine opmerking voor Nikki vanuit mijn vakgebied. Ik weet niet helemaal hoe dit in Nederland is op dit moment, want ik ben in 2008 naar Denemarken verhuisd. Dus het kan zijn dat jullie een iets ander perspectief hebben over hoe dat in Nederlandse scholen gaat op dit moment. Maar in Denemarken is er altijd heel veel focus op de groep en het proces, al in de basisschool. En dat maakt dat mijn ervaring eigenlijk is dat kinderen veel meer intuïtie hebben om dit soort gesprekken aan te gaan met elkaar. Zij hebben minder afweermechanismes. Hè? Wat wij als ouderen, volwassenen doen, is dat we langzaam beginnen te praten en allerlei manieren hebben om te uiten dat we eigenlijk nergens wat vanaf weten of whatever. Kinderen zijn veel directer en veel eerlijker. Dus op een of andere manier ontstaat er altijd een heel zuiver proces met kinderen. Ik vind het heel, heel spannend om met kinderen te werken. Dat doe ik ook in de praktijk. We hebben nog heel kort tijd voor wat leren burgers. Ik heb in het burgerforum kiesstelsel daar heel veel data over verzameld. Heel veel gegevens over verzameld. Omdat de hele kwestie werd, is dit eigenlijk uiteindelijk een persoonlijk ontwikkelingsproces? Of is dit, hoort dat bij democratische vernieuwing? Moet je investeren in ontwikkeling van mensen om mensen meer democratisch te kunnen laten zijn? Dus daarom... was dat een heel item bij ons in het project. Daar kunnen we het op een andere manier misschien veel meer over hebben. Maar wat ik interessant vond, is dat het vergt training om zich meer democratisch te kunnen opstellen. Het vergt training voor mijzelf om te kijken dat ik heel extrovert ben. En dat ik de neiging heb om te praten in een groep. En als ik samen met andere mensen ben, moet ik kijken naar mijn werking in de groep.
Dus in die zin is het een heel interessant thema met waar ligt de grens? Wie is voor wat verantwoordelijk? Wij hadden in de... Manon, ik ga je heel even ontbreken, want de breakout-room gaat toch zo al over 1 minuut dicht. Ja. Jente kon het niet meer terugdraaien, dus dat... Dankjewel Mirjam, het was heel fijn met je facilitatie. Dankjewel. Is er nog een live? Heeft iemand nog een laatste uitsmijter? En anders zien we elkaar in ieder geval om 10 voor 1 weer voor het middagprogramma. Ja, ik krijg graag op een andere manier toch nog meer antwoord op mijn vraag, Manon. Ja? Dus misschien, ik zal mijn mailadres in de chat zetten. Heel graag. Jo, dank. Bedankt voor jullie aandacht allemaal. Fantastisch gesprek. Dankjewel. En we hebben nu, ik heb nu...